Beste orgelliefhebber, hartelijk welkom bij deze tutorial over menufunctie Datadump. Met Datadump heeft u de mogelijkheid een aantal instellingen uit het orgel te verzenden naar een extern opslagmedium, bijvoorbeeld als backup. Vanaf dit externe opslagmedium kunt u het dan later weer terugsturen naar het orgel. De instellingen die u kunt versturen zijn de complete inhoud van het zetsergeheugen en alle instellingen die u via het Johannesmenu kunt wijzigen, met uitzondering van key volumes. Key volumes maakt deel uit van de intonatiegegevens en de intonatiegegevens kunt u uit het orgel ontvangen via ons optionele softwarepakket Intonat. Als opslagmedium maak ik nu gebruik van de Johannes MIDI Sequencer Plus. Deze sluit ik aan op het orgel via twee MIDI-kabels. De MIDI-uitgang van de sequencer sluit ik aan op de MIDI-ingang van het orgel. En de MIDI-sequence-uitgang van het orgel sluit ik aan op de MIDI-ingang van de sequencer. En natuurlijk heb ik een voedingskabel nodig voor de sequencer. En dit zet ik op de lessenaar om het makkelijk te kunnen bedienen. Om een datadump uit te voeren, activeer ik eerst het menu op de display door op de menuknop te drukken. Vervolgens gebruik ik de plus- en de min-knoppen om naar de functie datadump te gaan. En dit bevestig ik door op de enter-knop te drukken of als uw orgel geen enter-knop heeft, de set-knop. Vervolgens zet ik de sequencer klaar in de opnamemodus. En de sequencer wacht nu op een eerste binnenkomend MIDI-signaal, waarna die automatisch start met opnemen. Op de display wordt al gezegd dat ik de datadump kan starten door in dit geval op de set-knop te drukken. En dat doen we dan ook. De display geeft aan dat hij op dit moment data aan het versturen is en op de sequencer zie ik dat hij die data aan het opnemen is. Een gegevenspakket is vrij groot en het verzenden daarvan duurt dan ook geruime tijd, dus u moet wel even geduld hebben. Als het verzenden klaar is, wordt op de display automatisch teruggegaan naar het Johannesmenu en u kunt dan de opname op de sequencer stoppen. Ik raad u aan de bestandsnaam van het zojuist ontvangen pakket op de sequencer te wijzigen in een logische naam, zodat u ook op een later tijdstip nog weet welk pakket het is. U kunt dan het Johannesmenu weer verlaten door net zo vaak op de menuknop te drukken tot u op de display weer het hoofdscherm ziet. Het terugsturen van een datapakket naar het orgel is heel eenvoudig en u kunt dit in principe op elk willekeurig moment doen, behalve als het orgel een demosong aan het afspelen is. Belangrijk is wel te beseffen dat u nooit een datapakket mag sturen naar het orgel wat afkomstig is van een ander orgel. Om het terugsturen te starten drukt u eenvoudig op de playtoets van de sequencer terwijl u het juiste datapakket geselecteerd heeft. En u ziet op de display van het orgel dat het orgel nu de data ontvangt. Dit terugsturen duurt ook weer geruime tijd, dus u moet weer even geduld hebben. En belangrijk is ook om niet het orgel uit te schakelen terwijl de data ontvangen wordt. Als het pakket volledig ontvangen is, ziet u op de display automatisch weer het hoofdscherm van het orgel.